daar zeggen de trainers vaak, je moet een keerpunt maken, want dan zet je keihard af. En dan moet je even wachten, want dan heb je veel snelheid gemaakt. En dan moet je na een poosje moet je beginnen te flipperen met je benen. Nou, ja. Dat is gewoon helemaal niet waar. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren in Parijs. Over zwemmen met Roald van der Vliet en Sander Schreven. De Olympische Spelen in Parijs naderen. Op wie moeten we allemaal gaan letten? Het Nederlandse zwemmen lijkt er in ieder geval weer goed voor te staan. Wat kunnen we leren van hun aanpak? En welke rol spelen wetenschap en innovatie hierbij? We vragen het aan onze special guests, Roald van der Vliet en Sander Schreven van het InnoSportLab De Tongelree. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Het is weer tijd in een aflevering in onze serie Op weg naar Parijs. Mm-hmm. Parijs komt dichtbij. Deze aflevering komt uit begin mei 2024. Nou, nog twee volle maanden, 2,5 maand. En dan gaat het spektakel beginnen. Weet jij al welke sporten je gaat kijken? Ik ga roeien kijken, baanwielrennen en ik denk na vandaag ook zwemmen, zeker. Ik ben benieuwd of we nog iets gaan leren van onze gasten live uit Eindhoven. Goedemorgen Roald en Sander. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Twee gasten maar liefst. Mm-hmm. Een unicum denk ik wel in de Slimmer Presteren podcast. Wordt vast heel gezellig. Ja, we hebben ooit over de botgezondheid bij wielrennen. Oh ja, die waren ook met z'n tweeën. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat blijft nog steeds een redelijk unicum. Voordat we ze de hemd van het lijf gaan vragen en de teambefaamde stellingen gaan voorleggen. Jurgen, luisteraars die Roald en Sander nog niet kennen, laat staan het InnoSportLab in Eindhoven. Dat zou ik heel gek vinden. Jij bent er wel eens geweest, hè? Uitgebreid aan bod gekomen bij Sportlab Sedok. Het tv-programma van Gregory Sedok en Jurgen van Tevelen. Waarbij Gregory die wilde is weten van die... gaan wij weer een Olympisch kampioen vinden op de 100 meter vrij? Ja. Die we in de verleden natuurlijk wel hebben gehad. Hè, zeker. Met onder andere Pieter en Inge. Pieter van de Hogeband. En Ranomi. Hij wilde weten, wat doet eigenlijk de wetenschap op het gebied van zwemmen? En dan moet je zijn bij het InnoSportLab. Toen heb ik inderdaad uitgebreid contact gehad met Roald. Die een beetje Roald van der Vliet. Ja, de baas daarvan is. Ja. Eerste aanspreekpunt en ga je wat dieper over technieken en de methodes om dingen en data. Dan kom je richting Sander. Sander Schreven. Ja, en het lijkt me goed om die twee erbij te halen om echt meer te weten over wat bieden zij de zwemmers of hebben zij geboden richting Parijs. En wat kunnen zij misschien ons recreanten ook wel eens gaan bieden? Ja, hoe kunnen wij beter zwemmen kijken? Beter weten wat de innovatieve verhalen achter het zwemmen zijn in Parijs? En natuurlijk eens even kijken wat de hot topics in Eindhoven zijn. Ja. Roald, Sander, zijn jullie klaar om eerst maar eens even wat stellingen met ja-nee te beantwoorden? Ja, ik zit klaar. Ja. Ik ook link bevreesd. Ja. Goed zo. Kom er maar in, Jurgen. Stelling 1. Nu kom je uit je schulp, moet wel. Stelling 1. Wie klein is, moet slim zijn. Is een motto dat goed bij het Nederlandse topzwemmen past. Roald. Ja. Wie klein is, moet slim zijn. Ja. Sander? Zeker. We zijn natuurlijk een beetje op zoek naar de splijtswam tussen jullie twee. Hè? Maar dat was deze dus nog niet. Stelling 2. We,
En ik denk dat dat is wij als sportzwemwetenschappers. We hebben nog altijd amper benul van wat de efficiëntste zwemtechniek is. Roald. Ja. Daar ben je het mee eens, hè? We weten niet eens wat zwemmen en zwemtechniek is. Sander? Helaas, dit wordt hem ook niet. Ook een ja. Oh, we begrijpen het helemaal niet. Okay. Denk ik, wat doen jullie daar dan, jongens? Ja. Doe er eens wat aan. Stel ik niet. Oké, zonder onderwatercamera's komt een zwemonderzoeker helemaal niets te weten. Roald? Nee. Nee, precies. Zit hem in dat niets natuurlijk, hè? En Sander, jij? Nou, hij kan niet zonder. Dus ik weet niet of dat ja of nee is. Dan moet jij voor ja gaan. De onderwatercamera's, daar moeten we het maar eens over gaan hebben. Dan, verschillende slagen. De vrije slag, de borstcrawl, maar ook de schoolslag doen we tegenwoordig goed, hè? Mm-hmm. Stelling luidt, de schoolslag waarmee tegenwoordig gezwommen wordt, is eigenlijk geen schoolslag meer. Oftewel, die slag is helemaal veranderd, Roald. Ja. Eens. Sander? Ja, okay, zeker. Nou, ik ben benieuwd. Niet zo heel relevant voor onze triatleten en luisteraars. Werd jij geknepen door Roald van ja antwoorden? Nog een stelling of vier. Ja. Gaan we. De Nederlandse Zwembond moet meer talent gaan scouten bij het volleybal en basketbal. Nee. Nee. En Sander? Onder andere daar, ja. Ja, mooi. Een tweede waar wat verschil tussen zit. Kunnen we het over gaan hebben. Dan, over de nummers. Er zijn altijd al vrij veel nummers in het zwembad. Veel medailles ook te verdienen daardoor. Stelling luidt, het hindernis zwemmen mag voor mij zo weer op het Olympisch programma komen. Roald? Nee. Sander? Nee, maar kan er wel nog iets grappigs over zeggen dadelijk. Kom er zo op terug, want ik wil ook weten, Jurgen, waar komt die stelling vandaan? Ik weet niet eens wat hindernis zwemmen is. Nog twee. Het is goed dat de Wereldzwembond de zwempakken verboden heeft. Ja. Wel in de huidige vorm. Dat is echt een wetenschapper. Goede stellingen, Jurgen. Ze moeten er lang over nadenken. Ja. Mensen die dachten, hey, is mijn podcastspeler uitgevallen? Nee, er werd nagedacht. Laatste stelling, en hier horen we toch ook wel onze luisteraars over. Daar krijgen wij mails over. De slimme zwembril met daarop een display met alle belangrijke data is echt een gamechanger, Roald. Ja. Sander? Ja. Oeh, leuk. Nou, daar wil ik ook meer over weten. Oké, dit waren de stellingen. We zijn warm en onze luisteraars hebben een idee waar we het over zouden kunnen hebben. We hebben er twee gevonden waar een beetje licht tussen jullie zit. De ene was over het gebruik van onderwatercamera's. Er zat natuurlijk een absoluutheid in de stelling waar Roald volgens mij op ging. En de andere zat over het scouten van volleyballers en basketballers. Laten we even bij één van die twee beginnen. Roald, Sander, welke vinden jullie het meest interessant om het even eens even mee af te trappen? Ik denk de onderwatercamera. Ja, want dan kun je natuurlijk mooi ook iets vertellen over hoe dat topsportcentrum in Eindhoven eruit ziet. Laten we daarmee mee beginnen, de basis. Vertel eens iets meer, het Inno Sportlab. Wat is het, voor wie is het, wat doen jullie daar? Nou ja, dit is eigenlijk een vierbaans 50 meter bad. En toen ik hier kwam, dat was in 2007, toen trainde Pieter van der Hogebad in dat zwembad. En die ging van een gewoon startblok, dus eigenlijk wel met camera's onder water, maar die zetten ze bijna nooit aan. En ik werd manager van een laboratorium, zei ze. En ik moest het gaan managen, maar er viel niks te managen. Want er was eigenlijk niks. Hè? Camera's, zwemmer, trainer. Mm-hmm. En als je nou dat bad binnenloopt, dan zitten er 128 onderwatercamera's in. Daar werken 13 wetenschappers. 5 daarvan zijn aan het promoveren. We doen daar fysiologische tests, biomechanische testen. We meten badpakken. Elke promovendus heeft een speciaal gebied waar die zich op richt, uiteraard. Hè. Sander biomechanica bijvoorbeeld. Daar hebben we een andere, Michel, die doet fysiologie. Dus eigenlijk is het een volledig geoutilleerd zwembad, waarmee je heel hoogwaardige metingen kunt doen om op basis van data feedback te geven aan een trainer of sporter. Wauw, dat is boeiend. En wie komen daar, Roald?
Is dat alleen de mensen die in het Team NL topsportprogramma van de Bond zitten en naar Parijs gaan? Of kan iedereen daar een paar uur dat lab huren voor wat testen? Nou, het is grappig. Kijk, toen ik hier begon, toen zeiden mensen tegen mij van we hebben een halve FTE Embedded Scientist. En toen zei ik, als je een halve FTE Embedded Scientist hebt en je krijgt steeds meer apparatuur, dan doet hij uiteindelijk voor alles een beetje, maar eigenlijk niks. Mm-hmm. Dus we moeten zorgen dat er een echt centrum komt. En daar hebben we een stichting opgericht, Stichting Field Lab Zwemmen. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat wij buitenlandse teams kunnen accommoderen hier om metingen te doen. Daar laten we natuurlijk goed voor betalen. We doen metingen voor allerlei ondernemingen. Ik kan geen merken noemen, maar grote merken. Ja. Dat levert ons geld op en dat heeft uiteindelijk opgeleverd dat wij dat geld hebben geïnvesteerd in onze medewerkers. En die medewerkers werken voor de nationale ploeg, seniorenploeg, juniorenploeg, paralympische ploeg. Reizen mee met die ploeg om analyses tijdens wedstrijden te doen. En zijn op dagelijkse basis iedere dag hier om trainers te ondersteunen bij de verschillende metingen die gedaan moeten worden om goede feedback aan de sporter te kunnen geven. En dan moet ik eigenlijk bijvertellen, want anders doe ik hem geen recht. Je zit, zonder Sander was hier geen groot zwemlab geweest. Ik ben in 2007 begonnen. Sander is hier in 2010 begonnen als stagiaire. Die heeft zo'n beetje alle software gemaakt die hier op dagelijkse basis gebruikt wordt. En die kan ook hardwarematige zaken ontwikkelen eigenlijk. En andere mensen bedenken wel wat er gemaakt moet worden. Sander maakt het. En vervolgens zijn die andere mensen dat aan bedienen en met de coach mee aan het werken. Ja. Dat is misschien best belangrijk om te melden. Nou, Sander. Ik ben blij dat Sander erbij zit. Kom er dan maar in, hè, toch? 28 camera's heb je daar neergezet. En daar ging die stelling over. En jij zei, nou, ik weet niet of ik wel zoveel kan zien zonder die camera's. Beschrijf eens wat je daarmee doet en onderzoekt. Nou ja, het is naar zwemmen. Ik begreep dat jullie zelf triathlons ook doen. Zeker. Dan lig je ook in het water. Zeker. Je stuwt niet boven water. Dus bij zwemmen gebeurt het belangrijkste wat je doet, gebeurt onder water. Dan heb ik het alleen over zwemmen. Dan heb ik het nog even niet over starts en keerpunten. Dus als jij kijkt hoe een coach vroeger altijd werkte, of nou, hoe er veel nog steeds wordt gewerkt in het buitenland, maar ook zeg maar als je niet beschikt over camera's, dan kijkt een coach van boven water wat een zwemmer onder water doet. En dat is best wel lastig. Dus ik denk dat dat jij bij hardlopen of bij sporten die je gewoon met het blote oog kunt zien, of waar je met de iPad makkelijk een filmpje van kunt maken, dat je daar niet specialistische camera's als het ware voor nodig hebt. Dat begrijp ik. Maar bij zwemmen is techniek best wel belangrijk. Natuurlijk belangrijker nog voor kortere nummers dan voor langere afstanden. Maar ik denk dat je als coach al niet zonder kunt en als wetenschapper helemaal niet. Met name ook omdat je, als je metingen wilt doen, dan moet je bijvoorbeeld tijden bepalen, of je wil nauwkeurig frequenties bepalen, of je wil het patroon van de hand, hoe de hand door het water gaat, wil jij kunnen bepalen. En natuurlijk kan er steeds meer ook met sensoriek. Alleen, camera's blijven toch wel een soort gouden standaard in het onderzoek. Dus vandaar dat mijn antwoord was, je kunt niet zonder. Ja, en jullie, dan komen we misschien op het stukje meteen al over die efficiënte zwemtechniek. Ja, want je zegt allebei, zo dat ingewikkeld begrijpen we helemaal is. Niet. je hebt inmiddels, want je hebt meerdere systemen, weet ik. Maar ja, één daarvan, in ieder geval voor het Sportlab Sedok, was destijds het 3D-systeem. Misschien kun je daar even op ingaan en uitleggen. Waarom weten we nog steeds niet wat nou de optimale zwemtechniek is? Ja, wat eigenlijk zwemmen best wel lastig maakt, is dat er is eigenlijk nog niet veel gemeten aan die zwemslag zelf. Dus als je in de wetenschappelijke literatuur kijkt, dan zijn er eigenlijk een aantal paden die zijn ingeslagen om er meer van te begrijpen. Want natuurlijk is het wel iets waar wetenschappers al jaren naar op zoek zijn. Mm-hmm. En dat richt zich eigenlijk op, is eigenlijk uit te splitsen in onderzoek wat gedaan wordt op de basis van modellen. En dat kunnen dan numerieke computermodellen zijn. Dus dan heb je het over CFD en eigenlijk simulaties van de stromingen rond de hand en rond de arm. En dat is eigenlijk een tak als het ware. Je hebt onderzoekers die gebruiken als het ware een robotarm om te kijken hoe die hand het beste door het water kan gaan. En dan heb je nog eigenlijk, dat noem ik dan even, de metingen tijdens het echte zwemmen. Mm-hmm.
Maar als je kijkt naar de adviezen die zeg maar 30 jaar geleden gegeven werden, die staan ongeveer haaks op de adviezen die nu uit wetenschappelijk onderzoek komen. Sander, noem snel even een paar van dit soort lekkere, dit hebben we geleerd in 30 jaar adviezen, want ik vrees dat een aantal van de 30 jaar oude adviezen nu nog wel eens door de Nederlandse zwembaden gaan. Wat dachten we en wat weten we nu? Nou, vroeger werd er Roald, die kan, zeg maar, mijn historie in het zwemmen is natuurlijk een stuk korter dan die van Roald. Dus Roald kan daar historisch gezien misschien ook meer over vertellen. Maar wat er uit onderzoek bijvoorbeeld komt, of vroeger werd gezegd dat je heel erg een S-patroon bij het zwemmen moest doen. Als ik het even puur over de borstkral heb. Ja. Dus dat je heel erg met je hand naar buiten moest, vervolgens weer naar binnen. Waardoor dat je eigenlijk veel zijwaartse bewegingen had en weinig, of in ieder geval minder, zeg maar, een rechte lijn. Ja. Als je nu naar onderzoek kijkt, wordt dat eigenlijk best wel genuanceerd. En wordt er eigenlijk gedacht, maar dat is allemaal op basis van, vooral op basis van modelstudies, dat eigenlijk een slag waarin dat meer een S-patroon zit, dat die misschien wel iets efficiënter zou kunnen zijn. Maar dat als het puur om snelheid gaat, dat eigenlijk een rechte doorhaal van de hand de voorkeur heeft. Ja. Dus dat eigenlijk ook nog soort van je optimale slag afhankelijk is van het doel wat je hebt. Mm-hmm. Je kunt je voorstellen bij een 50 meter gaat het natuurlijk ook over hoeveel energie je of gaat het eigenlijk in minder mate over. Ja, het moet gewoon snel. Ja. Terwijl als je 3,8 kilometer in een triathlon moet zwemmen, dan wil je natuurlijk energie sparen. Okay. Precies, dus bij een, als het puur om snelheid gaat, komt eigenlijk uit de literatuur dat je dan zo recht mogelijk moet doorhalen, omdat je dan waarschijnlijk ook je frequentie zo hoog mogelijk kunt krijgen. En bij, er wordt gezegd, voor langere afstanden, of in ieder geval als het meer om efficiëntie gaat, dat dan ook dat S-patroon toch nog wat meer terug zou moeten komen. Alleen die conclusies, die hangen heel erg sterk samen met hoe het onderzoek is opgesteld, welke methode er eigenlijk voor gebruikt wordt. Dus ik vind eigenlijk, het was een van de stellingen, we begrijpen eigenlijk nog bar weinig of veel te weinig van zwemmen. Dat er, als je ziet wat er op individueel niveau ook nog aan verschillen tussen zwemmers zijn, dat het waarschijnlijk niet een algemene soort perfecte techniek is, maar dat dat natuurlijk ook nog samenhangt met wat voor type zwemmer je voor hebt. Want die zijn er dus, die individuele verschillen. Hebben jullie, dan dacht ik, heeft Pieter van der Hoogband zelf wel eens een keer nog gezwommen voor jullie om te zien wat er zo uniek was aan zijn techniek? En zo niet in het dagelijks leven. Ja, jullie krijgen dus allerlei zwemmers die straks naar Parijs gaan langs. Kun je wat verschillen noemen die je dan oppikt en waar je echt over verbaast van, ja, hoe kan het? Ja, Pieter zelf, die heeft in ieder geval nog nooit over 3D-systeem gezwommen. Roald, die heeft in het verleden wel volop met Pieter ook onderwaterbeelden gemaakt en heeft vroeger zelfs nog met Pieter gezwommen. Dus die heeft denk ik ook onder water wel gekeken hoe Pieter zwom. Ja. Nou, als je kijkt naar hoe we het qua metingen inrichten. We hebben dus dat 3D-systeem waarbij die een aantal camera's onder water hebben. Daarmee kunnen we dus eigenlijk de baan die de hand aflegt volgen. En dat kunnen we ook snel analyseren. En dat is eigenlijk best wel een verschil met vroeger. Mm-hmm. Vroeger duurde in het opzetten van die cameraopstelling duurde heel erg lang. Nou, dat zit nu vast in het bad gemonteerd. Maar ook de analyse duurde best wel lang. Waardoor dat er eigenlijk veel tijd zat tussen het moment van meten en zeg maar dat je een week later de terugkoppeling kon geven. Ja. Nu kunnen we een meting doen. We kunnen eigenlijk binnen 10 minuten tot een kwartier later kunnen we die slag terugkoppelen aan de trainer en aan de zwemmer. Maar het maakt ook dat we gewoon meer kunnen meten. Want als je zeg maar één slag per week of per 2 weken uit kunt werken, dan kun je natuurlijk minder data vergaren dan wanneer dat je een aantal slagen in een training kunt meten. En dat maakt dat wij nu bij, in ieder geval bij de zwemmers hier in Eindhoven uit de nationale ploeg, dat wij regelmatig twee keer per week doen wij dat soort metingen. Daar verzamelen we data bij en daar kunnen we dus ook uitgebreidere statistische analyses op uitvoeren, waardoor dat je kunt zien, wat is nou het belang van, hoe breed je doorhaal is, of je smaller of breder gaat. Maar ook bijvoorbeeld slagfrequentie is heel erg belangrijk om sneller te gaan. Maar dat je eigenlijk soort per persoon uit kunt zoeken, wat is voor jou de optimale frequentie en welke patroon als het ware, of welke weg moet je hand als het ware onder water afleggen. Wat is daarin optimaal voor jou? En zie je daar inderdaad dan heel veel individuele verschillen, Sander?
Nou, je ziet wat echt opvalt toen we hiermee begonnen. En eerst, we begonnen, hè, het heeft allemaal tijd nodig om te verwerken. Dus we zijn begonnen met één arm te analyseren. Dus toen waren we bij iedereen eigenlijk alleen naar links aan het kijken. Op een gegeven moment ging het allemaal steeds sneller en beter. Toen gingen we naar links en rechts kijken. En wat je toen al bijvoorbeeld zag, is dat zelfs als wij de opdracht gaven om niet adem te houden, dus eigenlijk gewoon zonder ademen 15 of 20 meter te zwemmen, zag je toch hele grote verschillen in het patroon van de doorhaal. Dus dat er waarschijnlijk door het vele ademhalen in de training, of het ademhalen naar één kant, of het gebruik van een voorkeurs, of het hebben van een voorkeursarm, dat er eigenlijk best wel grote verschillen zaten in hoe die doorhaal van links en van rechts eruit zag. En dat zijn natuurlijk dingen, je hoeft niet alles, uiteindelijk als perfect symmetrisch zou zijn, is fijn. Ik weet niet of dat uiteindelijk het verschil gaat maken om medailles te winnen. Alleen hele grote verschillen, die wil je natuurlijk ook niet. Dichter dus, bij elkaar. Nou, dat is een van de dingen die we niet eens tussen personen, maar binnen een zwemmer al vonden. En waar we eigenlijk aan zijn gaan werken om dat soort zaken meer symmetrisch te maken. Ja. Nu gaat het denk ik over de borstkrawel. En dan hebben we natuurlijk nog allerlei andere slagen. Zover ben je misschien, is het inderdaad dat je voornamelijk nu op de borstkrawel richt? We kunnen alle slagen meten. We hebben natuurlijk, historisch gezien, denk ik, maar dat zeg ik even, in ieder geval in de jaren dat ik hier rondgelopen heb, voornamelijk medailles op borstkrawl gewonnen. Of een historie ook op borstkrawl natuurlijk, op de 100 meter, wat je al zei, aan de sprintnummers. Ja. Dus daar hebben we veel naar gekeken, maar we kunnen alle slagen meten. Dus als er een rugkrawl zwemmer of zwemster rondzwemt, dan meten we die niet op borstkrawl, maar dan meten we die gewoon op rugkrawl. En we doen ook metingen bij de schoolslag, ook wat uitgebreidere metingen, om dat ook beter te begrijpen en ook verschillen tussen personen wat beter in beeld te krijgen. Want dan ben ik, ja. Ik wil heel even van Roald ook nog, want Sander geeft al een voorzet. Jij hebt ook een historie in het zwemmen. Heb jij nog zo'n leuke verandering van hoe we dachten dat het was naar wat we nu weten en wat nu innovatie is in het zwemmen? Nou ja, kijk, vroeger was een professor, dat was professor Councilman. En dat was zo'n beetje, die trainde ook topzwemmers. Ja. Ik geloof zelfs dat die Mark Spits trainde, maar dat moet ik je schuldig blijven. Maar wat hij deed is, die was en professor en trainer. Dus wat deed die man? Die traint de Amerikaanse ploeg. Die mensen zijn natuurlijk heel goed, want in een heel groot land waar heel veel zwemmers zijn, is ook wel altijd eentje die goed is. Ja. En ook wel 10. En als je dan die mensen iets aanleert, dan leer je ze bijvoorbeeld een S-patroon. En dan doe je ze daarna in het donker lampjes aan zijn hand. En dan ga je daar filmen. Maar je hebt ze eerst geleerd om een S-patroon te maken. Ja. En dan concludeer je dat de snelste zwemmers van de wereld ook allemaal een S-patroon maken. Ja, precies. Ja, waar heb je dan eigenlijk onderzocht? Ja, je hebt onderzocht dat als je ze een S-patroon leert, dat ze ook een S-patroon doen. Ja. En als je dan in het beste land zit, zijn het ook nog de snelste. Ja. Ja. Dus dan zeg je in een boek, je moet een S-patroon maken, want dat doen allemaal snelle zwemmers de wereld ook. Dus dan gaat heel de wereld dat ook doen. Dus doen we een wedstrijd wie het snelste zwemt met een S-patroon. Oh, hier zijn wij dol op, Roald, in de podcast. Van waar komen dit soort gekke mythes vandaan? Zo'n beetje historisch besef. Ja, geweldig. Ja. En vervolgens gaat heel de wereld dat oefenen. En schrijven ze dat ook in een boek bij de KNSB natuurlijk. En ik was docent bij de KNSB. En ik heb Patrick Pearson geleerd. Uh-huh. Je moet goed een S doen, want dat heeft professor Koonseman bedacht. Ja. Ja, en daarom is het leuk dat je een innosportlab hebt. Want zo zijn er nog wel 10 dingen. Ja, en ik wilde een tweede. Want S-curve in dat rechte doorhaal had Sander al. Nou, misschien dat schoolzwemmen, waarom dat zo veranderd is. En wie daar dan bedacht heeft. Misschien nog een ander die mij dan meteen te binnen schiet. Mm-hmm. Ik heb altijd gezegd, als je een start maakt, dan duik je erin en dan ga je heel snel. En dan ga je door het wateroppervlak in en rem je een klein beetje af. En op een gegeven moment ga je ongeveer de snelheid dat je ook met je benen moet flipperen. Dus je gaat het noemen, je kunt 2 meter per seconde met je benen flipperen. Ja. En als je dan 2 meter per seconde vooruit gaat, dan moet je beginnen te flipperen. Ja. Want dan blijf je die snelheid houden. Dat heb ik altijd op de cursus zo uitgelegd. Maar toen kwam Sander en destijds Huub Toussaint, ook een bekende zwemonderzoeker, die zei, is dat wel zo? En toen zei ik, dat is zo. Want, ik had het zo geleerd. Ja, hoe kom je daar dan bij? Ja, dat heb ik zo geleerd. Dat heb ik ook tegen mijn vader verteld. En die zei ook dat zo blijkbaar lijkt te zijn.
En toen zeiden we, nou, dan gaan we eens meten. Dus toen deden we een zwemmer aan een kabel. En die lieten we vlinderslag benen zwemmen. En dan deden we een krachtmeter aan die kabel. En dan trokken we ze vooruit met 2,5 meter per seconde. En dan lieten we een zwemmer die maar 2 meter per seconde kan flipperen, die lieten we flipperen. En dan neemt de weerstand op de krachtmeter af. Hmm. Dus blijkbaar ben je dus efficiënt als je sneller gaat met je lichaam dan dat je kunt flipperen. Ja. Dat betekent dus dat je eerder met je beenslag moet beginnen. Ja, en dat is en wel dan echt denk je, een ja, wat, verschil. Ja, het verschil is, als jij 15 meter moet zwemmen, want dat zeggen we al, hè, de start is tot 15 meter, laten we dat zeggen. Dan maakt het natuurlijk nogal uit of dat je op 5 meter begint te flipperen, of op 7 meter van de muur. Ja. Want en het gaat bij ons om een paar tienden. Dus het kan zomaar zijn dat je dan tweede van de wereld wordt in plaats van de eerste, als je te laat begint. Maar dan zeg ik dan, kost wel extra 2 meter energie, die je misschien beter kan sparen voor de rest. Ja, een 50 metertje of een 100 metertje kan dat wel, Jurgen. Ja, nee, maar daar heb je wel een goede opmerking. Kijk, alles hangt met elkaar samen. Ja. Je kunt niet zeggen, we doen alleen maar een start oefenen. En als je de beste start hebt, dan zwem je ook het beste. Hè? Ik zal nog een leuk voorbeeld geven. Mensen oefenen altijd een keerpunt. Mm-hmm. En dat doen ze dan op volle snelheid naar de muur toe. Dan leggen ze de zwemmer op 15 meter van de muur, naar de muur toe zwemmen, keerpuntje maken, terugzwemmen naar 15 meter. Nou, dat is een situatie die nooit voorkomt. Nee. Want je moet namelijk eerst een baantje keihard zwemmen. Ja. Dan ben je al doodmoe. Ja. En dan moet je een keerpunt doen. En wetenschappers, die maken soms die fout. Want die leggen die mensen 15 meter voor de muur. Dan gaan we kijken hoe jij het beste dat keerpunt kunt doen. En wanneer je moet flipperen. Maar ze meten het niet terwijl je eerst een baantje keihard gezwommen hebt. En dat kan zomaar eens 3 beenslagen schelen natuurlijk. Want je bent doodop. Dus misschien is het verstandiger om een paar minder te maken na het keerpunt. Ja. Dus en dan dat zijn eigenlijk... En het grappige vind ik, dat is misschien. Ik vind dus leuk die ontmoeting van die coach. Hè, dat is natuurlijk een praktijkman, die doet dingen. En dan komt iemand anders, die stelt allerlei vragen. Hè, die gaat allerlei opmerkingen maken. En eigenlijk vind je dan samen het antwoord om te zeggen. Nou, dan gaan we toch anders meten. Dan vind je wel het goede antwoord. Dat is een beetje wat wij doen. Hey, en het doel van deze aflevering, Roald, is ook om mensen te helpen kijken naar de wedstrijden in Parijs. Hoe nieuw is dit eerdere flipperen of eerdere benen inzicht? Gaan we nou dadelijk in Parijs zien dat die Nederlanders al meteen beginnen en die mensen uit andere landen allemaal nog uitdrijven? Of weet iedereen dit inmiddels? Nou, ik zou nog iets vertellen voor een breedte sporter, hè, bijvoorbeeld. Hè. Nou, duiken, dan weet je natuurlijk niet hoe snel je gaat. Maar bij een keerpunt, daar zeggen de trainers vaak, je moet een keerpunt maken, want dan zet je keihard af. En dan moet je even wachten, want dan heb je veel snelheid gemaakt. En dan moet je na een poosje moet je beginnen te flipperen met je benen. Nou, ja, dat is gewoon helemaal niet waar. Want niemand kan sneller afzetten dan, je moet meteen beginnen als je los bent van de muur, flippen. Ja. Want het heeft meteen effect. En het andere is, dat je best wel ver van de muur al zeg maar de koprol mag maken, hè, moet maken. In plaats van het klassieke gedachte. Vlak voor, waardoor je heel explosief zeg maar kunt afzetten. Dat is ook een voortschrijdend inzicht wat ik in ieder geval oppik uit of literatuur of media. Klopt toch? Ja, en wat misschien ook nog wel leuk is om naar te kijken is, daar zal Sander Zaak misschien nog wel iets meer over vertellen, maar een zwemmer, die moet natuurlijk 2 baantjes als je 100 meter moet. Mm-hmm. Ja, sommige mensen gaan natuurlijk keihard weg. En die liggen dan een lengte voor. En dan worden ze ingehaald door die tweede. En dan is vaak de opmerking is, wat een slappeling, want hij zakt helemaal in. Mm-hmm. Ja, je kunt ook zeggen, die ander is een beetje slimmer begonnen. Ja. Het is bijna nooit dat degene die als eerste keert uiteindelijk ook wint. Dus dat is misschien leuk om te kijken. Dat is, nee, maar dit zoek ik. Hè? Want nu kunnen we dus in Parijs kijken en zeggen, hey, wacht even, we liggen tweede. Of in ieder geval de keert er een heel ver vooruit. Zeggen, nee, Roald heeft gezegd. Het is bijna nooit dat degene die als eerste keert wint. Maar mijn vraag ook aan jou was, dat van die benen. Weet iedereen dat inmiddels of is dat Nederlandse voorkennis? Nou, dat is geen Nederlandse voorkennis. Dus dat is wel, dat is uit 2012, hè? Olympische Spelen 2012. Dat gaat dan een tijdje mee. Ja. Maar waar we nou wel echt voorsprong op aan het bouwen zijn, is wat Sandra aan het doen is met 3D. Ja. En we zijn met fysiologie. Dus heb je als gezien zo'n wielrenner met zijn kapje op en dan zuurstof. Hè? Mm-hmm. En hoeveel gebruik je nou? Die test hebben wij ontwikkeld voor zwemmers. Samen met de VU Amsterdam. En hier. En de Nederlandse zwemmers. En wij hebben eigenlijk zo'n test die wielrenners doen
Een ademgasanalyse heb je het over, want onze luisteraars zien jou niet het gebaar maken. Ja. Ja. En dan een maximale inspanningstest of een opbouwende inspanningstest? Nee, een maximaal test. Ja, opbouw, hè, die wordt wel steeds zwaarder. Hè. Je gaat naar maximaal toe. En wat daar nou zo interessant aan is, want jullie de link maken naar laat maar zeggen, mij, mezelf, een gewone sterveling die gemiddeld goed kan zwemmen. Ik zou het dan interessant vinden. Ja, we moeten kijken in een training doen als ik triatleet ben. En op welke snelheid moet ik zwemmen om het zo goed mogelijk te trainen voor de triathlon. Ja. Nou, vroeger gebeurde dat, hè, op basis van je maximale hartfrequentie. Dus dan zeggen ze 220 min je leeftijd en daar 70% van. Dan ben je op 70% aan het zwemmen. Ja. Nou, toen zeiden er ook mensen, dat is toch niet helemaal goed. Want dat is toch niet voor iedereen hetzelfde. Want iemand die getraind is en niet getraind, die heeft een andere hartpomp. He, want iemand die meer traint heeft een groter hart en iemand die meer getraind heeft een kleiner hart. Dus die allebei 70 keer pompen, er zit er verschil in. Ja. He, want de ene pompt veel, de andere pompt weinig. Dus toen zei ze, dan doen we een andere rekensom, dan doen we eigenlijk 220 min je leeftijd, min je rustpuls, daar een percentage van, en daar je rustpuls weer bijtellen. Dan hou je eigenlijk een beetje rekening met getraind. Ja. Dat was toen de, zeg maar, over de duim rekensom. Toen kwam Polar, hartslagmeter op, maximale hartfrequentie, begonnen we dat te doen. Maar tegenwoordig hebben we heel goed functionerende hartslagmeter. Dus iedereen kan in principe met een hartslagmeter in het water ook zwemmen. Ja. Alleen dan moet je wel weten op welke hartslag je het dan moet doen. Ja. En dat deden we dan lactaatmeting. Mm. Dan prik je in je oor. Maar dat is een beetje een vreemde manier. Dus nou hebben we dus een test die gewoon voor iedereen te doen is. In het water, ademgasanalyse. En dan de hartslag relateren. Aan het zuurstofverbruik. Aan het zuurstofverbruik. Ja. En dan kun je tegen een gewone sterveling zeggen, nou, je moet voor die zone te trainen moet je op deze hartfrequentie, voor die zone te trainen moet je op die hartfrequentie, krijg je gewoon een schemaatje. Ja. Hey, maar dat doen we ook met de top. Even kijken of ik jullie goed begrijp, Sander, want Roald zegt, hij kan nu een ademgasanalyse in het zwembad doen, maar je zegt ook voor iedereen, maar jullie topsportcentrum is niet per se, daar komen niet mammals die zin hebben in een inspanningstest in het water. Toch wel. Jawel. Dat kan wel. Dus we zijn, uiteraard is de eerste insteek natuurlijk om de zwemmers hier er beter mee te maken en eigenlijk meer inzicht te krijgen in hoe ze moeten trainen. Alleen, een van jullie eerste vragen was ook, is het alleen maar voor de happy few, zeg maar, of kunnen meer mensen bij jullie terecht? En in principe voor zowel de technische analyses als ook voor die fysiologische test, die eigenlijk nieuw is. Die is net geaccepteerd als een wetenschappelijke publicatie van Michel de Haan. Okay. Die dat onderzoek doet. Die test die is ook gewoon beschikbaar voor iedereen die hem wil. Net zoals dat je, als je voor wielrennen een test wil doen, bij vaak een medisch centrum terecht kunt om zo'n test uit te voeren. Dus die test voor zwemmen, dat is echt nieuw, want het apparaat is bewijs van net binnen. We hebben die in het verleden die meting met een leenapparaat gedaan. Nu hebben we zelf zo'n apparaat. Ja, en ik denk voor iedere triatleet en voor iedere zwemmer die, zeg maar, toch wat ambities heeft. Die zijn gewoon ook welkom Leuk, ik zeg tegen alle nieuwe luisteraars. Ja, we hebben een mooie aflevering over inspanningstesten, waarin dit helemaal uitgelegd wordt, hoe het werkt, wat je eraan hebt en wat je mee moet. Dus als je nu denkt, waar gaat het over? Pak die aflevering erbij. Want klassiek was waarschijnlijk, als je keek naar maximale zuurstofopname bij zwemmers, dan deze dat op een fietsergometer. Werd dat, denk ik, klassiek altijd nog gemeten, toch? Om te kijken van hoe fit zijn onze zwemmers op dit moment. En nu hebben jullie eigenlijk een sportspecifieke, in ieder geval, manier om die zuurstofopname of maximale zuurstofopname te meten. Kijk, de successen laatst in, was het Doha, geloof ik? Die logen er niet om, hè? Ineens Nederland doet weer mee. Was het wereldkampioenschap in 2024? Ja. Ja. Voor de luisteraars in de toekomst, zeg ik maar. Zien jullie een relatie tussen wat jullie nu aan het doen zijn en wat er toen gebeurde? En kunnen we dus in Parijs nog meer successen weer verwachten? Want... Nou, ik durf er wel iets over te zeggen. Sander, die zal daar voorzichtig in zijn, maar ik zeg het wel. Hè. Kijk, wij doen nou die fysiologische testen. En omdat je met die fysiologie, met die promovendus bezig bent, ben je ook veel na aan denken over, wat doe je nou precies in die training? En doe je wel de juiste dingen? Mm-hmm. Ja.
Nou, dan zal ik een beetje vertellen hoe. Hè? Ik ben zelf ook zwemtrainer geweest, dus je hoeft die mensen echt niet aan te rekenen. Maar we doen ook heel veel langzaam. Ja. Hè? Inzwemmen, uitzwemmen, een tussenopdracht voordat je de belangrijke kern gaat doen. En dat is allemaal langzaam. Hè? En ook heel veel variatie. Allerlei dingetjes. Benen, armen. Vervolgens komt dan de echte kern. En als je dan kijkt per week, dan kun je wel eens de vraag stellen. Als iemand 100 meter moet zwemmen. Ja, dan er zit natuurlijk een stukje aeroop uithoudingsvermogen in. Maar dus ook een anaeroop uithoudingsvermogen. Er komt veel power bij kijken. Maar als je heel veel duurtraining doet, dan word je minder powerful. Ja. Hè? Ja, 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 en dan is dus de vraag, zijn wij wel de goede dingen nog aan het doen? Ja. Ik moet opeens denken, in de vorige aflevering in deze serie hadden we het over baanwielrenners. Zat de stelling, een baanwielrenner kan beter een half uur in het krachthonk gaan zitten dan een half uur op de baan gaan fietsen. Die werd beantwoord met, ga maar naar het krachthonk. Is dat een beetje waar jij op zit te hinten, Roald? Ja, daar zal Sander iets meer over vertellen. En dat heeft een directe relatie met Marit Steenbergen, die daar echt fantastisch presteerde. Ja. En ze noemde het een ondergewaardeerd kampioenschap. Mm-hmm. Nou, kan je verzekeren, dat is geen ondergewaardeerde tijd, want 52-2 doe je gewoon hartstikke mee op de wereld. Maar Sander kan daar een anekdote over vertellen, hoe dat nou tot stand komt. En ook waarom Patrick Pearson een goede trainer is. He? Nou Sander, kom er maar in. Voorzetje. De druk is hoog. Nee, wat kan zijn, we doen die 3D-metingen. En daar, eigenlijk kwam vanuit Patrick Pearson, de coach van Marit Steenberg, kwam de vraag. Nou, we hebben al die metingen gedaan. Kunnen we daar nou iets over zeggen wat voor haar de optimale techniek is? Dus we hebben eigenlijk al die 3D-analyses op elkaar heen gelegd. Maar zeg maar, als we die metingen doen, dan meten we ook de slagfrequentie waarmee de zwemmers zwemmen. Dus hoe vaak per minuut ze hun armen door het water halen. En we meten ook de snelheid die ze gemiddeld over een stukje van 10 meter zwemmen, zeg maar. Die meten we ook op. En daar is een sterk verband tussen. Dus je kunt je voorstellen, als je heel langzaam je armen rondbeweegt, dan ga je relatief langzaam, ga je sneller met je armen door het water, dan ga je steeds sneller. Maar er is een soort bovengrens. En als je sneller gaat dan die bovengrens, dan gaat je frequentie nog wel omhoog, maar dan ga je eigenlijk langzamer zwemmen. Dus er eigenlijk is een soort optimum. Ik wou zeggen, want ik moet de hele tijd bij ons op de zwemtraining leren minder slagen per baan, langere slagen maken. Volgens mij zit ik dan boven het optimum. Ik zal er zoiets over zeggen. Ja. Dat is ook... In ieder geval, we namen dus de slagfrequentie mee. En uiteindelijk gaat het om zwemsnelheid. Dus we keken eigenlijk naar het effect van slagfrequentie en zwemtechniek op de zwemsnelheid. Ja. Want uiteindelijk is het doel om die zwemsnelheid zo hoog mogelijk te krijgen. Misschien wel bij een gegeven frequentie. En dat relateert aan het aantal slagen of de afstand die je per slag aflegt. Nou, daar kwam dus uit dat slagfrequentie... Dus het is belangrijker om je slagfrequentie iets omhoog te doen dan zeg maar een millimeter je hand meer of minder naar buiten te doen. Dus als je kijkt naar de prioriteit, is slagfrequentie, dus één slag per minuut je slagfrequentie omhoog doen, daar ga je meer door vooruit dan net iets beter jouw zwemtechniek uit te voeren. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel bij zwemmers die geen slechte techniek hebben. Je bent een topzwemmer aan het onderzoeken. Ja. Ja, dus dit is binnen een top... Maar zelfs binnen, of in ieder geval binnen een topzwemmer. Inderdaad, het is wel belangrijk om te zeggen. Als jij natuurlijk, harkend noem ik het maar even, door het water gaat. Of je ligging is hartstikke slecht. Ja, dan is het natuurlijk... bij zwemmen is voortstuwing en weerstand zijn belangrijk. Dus techniek heeft te maken met een goede ligging in het water. En dan op de juiste manier je armen door het water. Ja. Maar even, als de basis zeg maar goed is... Kun je het snelste iets winnen door vaker per minuut je armen door het water te houden. Dus door je frequentie te verhogen. Dat kun je natuurlijk ook vergelijken met hoe in dit geval Marit ging het dan over, hoe dat zich verhoudt tot de rest van de wereld. Want het is natuurlijk even op een 100 meter, als de hele wereldtop een slagfrequentie 50, 52, tussen de 50 en de 52 zwemt, en jij zou dat in 40 slagen per minuut doen, dan zou het gek zijn als jij daarmee er wel bij in de buurt komt. Dus je kunt dat natuurlijk vergelijken. Ja. Iedereen is uniek en je kunt niet één op één resultaat van andere mensen over je eigen zwemmer heen leggen. Alleen, het geeft wel een indicatie. Voor de grootte kan je wel wat mee, ja. Voor de grootte kun je er wel wat mee.
Dus uit die analyses konden wij halen dat Marit eigenlijk qua frequenties best wel op frequenties van de wereldtop lag, maar qua zwemsnelheid op dat moment eigenlijk tekort kwam. Dan zou je natuurlijk kunnen denken, oké, ga je frequentie maar flink omhoog doen, want dan ga je sneller. He, dus als iemand op 50 meter zwemt, dan doen ze dat misschien wel met een frequentie van 55 tot 60 slagen per minuut. Maar dat houden de meesten natuurlijk ook maar maximaal 50 meter vol. Ja. Dus je kunt, we zouden kunnen zeggen, probeer maar slagfrequentie 60. Maar dan zou je in een aantal maanden moeten leren om dat 100 meter in plaats van 50 meter vol te kunnen houden. Dus eigenlijk was de conclusie op basis van alle data die we hadden verzameld rondom slagfrequentie, zwemtechniek en zwemsnelheid, dat eigenlijk het verhogen van de frequentie was geen optie. We vonden ook dat een smallere slag inderdaad leidde tot een hogere zwemsnelheid dan een bredere doorhaal van de zwemslag. Dus dat sloot eigenlijk een beetje aan bij wat in de literatuur bekend was. Dus dat was één winstpunt wat we zeg maar uit die analyse konden halen. Alleen die sprong die was nooit genoeg zeg maar, om de zwemsnelheid van de wereldtop te kunnen bereiken. Dus er moest eigenlijk meer gebeuren om bij een slagfrequentie van 50 tot 52 slagen per minuut een snelheid te halen die de wereldtop ook zou zwemmen. Dus was eigenlijk de conclusie, er moet meer vermogen, meer power geleverd worden. Dus je moet per slag moet je meer vooruitkomen om met die frequentie de benodigde snelheid te kunnen halen. Dus eigenlijk was de conclusie, dus eigenlijk, nou, Patrick was al een beetje op die koers bezig. Alleen, nou, toen hadden we eigenlijk een discussie van, Patrick zei, ik ben daar eigenlijk al wel wat meer mee bezig. Dus ik vroeg, hoeveel is dat dan? En daar stond eigenlijk een discussie over en was eigenlijk de gezamenlijke conclusie, het kan eigenlijk nog wel wat meer, want het is misschien nog wel wat aan de voorzichtige kant. Dus toen hadden we eigenlijk toch een discussie van, moeten we niet, als je dit blijft doen, we zeggen altijd, als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Ja. Dat geldt bij dit natuurlijk ook. En natuurlijk was Marit al wel in een stijgende lijn qua prestaties weer bezig. Want ze had persoonlijke records gezwommen. Er zat echt wel vooruitgang in. Alleen, je weet een beetje wat er ongeveer nodig gaat zijn op de WK's en op de Olympische Spelen. En het was nog niet zozeer, ik had in ieder geval niet het idee dat dat al genoeg zou zijn als je gewoon deze weg voort zou zetten. Dus toen is Patrick toch meer op op die power in gaan zetten. En ook op dat optimaliseren van die techniek van die smallere doorhaal. En dat heeft in ieder geval een aantal weken tot een aantal maanden, zeg maar, voor de WK is hij daarmee begonnen. En je kunt nooit zeggen, het ligt daaraan dat, want dan doe je de andere facetten tekort. Maar ik denk, uiteindelijk moet je die vraag ook aan Marit en aan Patrick zelf stellen. Maar ik denk dat het ik denk echt dat dat een enorme bijdrage heeft geleverd. Sander, mee maak heeft geholpen, zeg maar. Eén slagje concreter. Over hoeveel uur krachthonk hebben we het dan? En is het inderdaad dan gewoon armen, schouders, trainen? Wat gingen ze concreet doen? Nou, in het verleden werd vaak een krachttraining meteen na een zwemtraining gedaan. Dus dat betekent dat jij eigenlijk al vermoeid uit het zwembad krachttraining gaat doen. Ja. Dus dat je waarschijnlijk niet... Uiteindelijk is krachttraining om prikkels op spierniveau te genereren, waardoor dat je ontwikkeling van nieuwe spier, zeg maar, qua zenuwstelsel andere aansturing verbetert, maar ook om te stimuleren dat je op spiervezelniveau aanpassingen krijgt, dus bredere, zeg maar, hypertrofie, spiergroei toename van het vermogen. Dus in het verleden, dus als je moe aan de krachttraining begint, dan kun je waarschijnlijk minder goed, minder stevige prikkels uitdelen. Nou, een eerste stap die Patrick al genomen had, was eigenlijk om die krachttraining los te trekken van de zwemtraining. Dus eigenlijk minder in het water te doen en die krachttraining los te gaan doen, waardoor dat die belasting waarschijnlijk al een stuk omhoog kon. En daar hebben we dan aan toegevoegd om van 2 tot 3 keer, na 3 keer in de week krachttraining te doen. Dus waarbij dat je kunt zeggen 3 keer in de week, dat is geen 10 keer in de week. Maar van 2 naar 3 keer is natuurlijk wel een 50% toename. Ja. Dus en uiteindelijk is zwemmen ook niet alleen maar een krachtsport. Maar ik denk dat de combinatie van net iets meer krachttraining gaan doen, of eigenlijk 50% meer krachttraining gaan doen, maar eigenlijk als gevolg
ook minder in het water gaan doen. Misschien wel minder langzaam in het water. Ja. Dat die combinatie wel meehelpt. Dat dat vermogen omhoog is gegaan. En dat die power per slag en de slaglengte omhoog is gegaan. En dus ook de zwemsnelheid in dit geval. Mooi, dus mooi het verhaal. Is echt op die manier eigenlijk kijken naar... ook de concurrentie, ontleden die zwemslag in. Nou, die slagfrequentie en eigenlijk de slaglengte. En je zegt het al, nou, dan kom je uit op iets van vermogen. Ik neem aan, vermogen valt niet te meten, denk ik, in een zwembad. Helaas, met een vermogensmeter zoals in het wielrennen. Nee, jullie nee, leiden dat, kunnen dat wel afleiden ergens uit de metingen die je doet? Nou, uiteindelijk... Nou, we hebben een systeem waarmee dat we vermogen kunnen meten. Dat is een systeem wat in het verleden vooral gebruikt werd om weerstanden te bepalen. Dan zwemmen ze eigenlijk over een systeem, eigenlijk een soort ladder onder water, noem ik het maar even. Er zitten plankjes op een horizontale balk die onder water zit. Mm-hmm. Die balk die is verbonden met een krachtopnemer. Dus iedere keer als een zwemmer tegen een plankje aanduwt, meet je eigenlijk hoeveel kracht die levert. Dus op die manier kun je bij iets wat zwemmen heel dicht benadert, kun je eigenlijk vermogen bepalen. En mijn laatste, voor mijn proefschrift, mijn laatste wetenschappelijke publicatie, kwam ook uit dat er een sterke correlatie was tussen het vermogen wat mensen daarop konden leveren en de zwemsnelheid bij, ja, over een kort stukje sprinten, zeg maar. Ja, ja, lijkt logisch. Maar in de training, of net als bij wielrennen, zeg maar, een hele training lang vermogen meten, dat kunnen wij niet. Dus wij kijken eigenlijk met name naar de relatie tussen frequentie en zwemsnelheid. Dat is eigenlijk. Ja. En als je of je frequentie omhoog gaat, ga je sneller. Of als je harder gaat zwemmen bij dezelfde frequentie, is dat een. Ja, zien wij dat als een vooruitgang. Ja, maar jij had beloofd, je komt nog even terug op die slaglengte, waar ik als amateur de hele tijd te horen krijg. Minder slagen per baan, langere slagen maken. Of is dat dan omdat je specifiek train voor een triathlon? Nou, voor. Om je bewust te maken, om met je techniek bezig te zijn, is dat denk ik goed. Alleen uiteindelijk, als je je frequentie omhoog doet, zal je slaglengte naar beneden gaan. Mm-hmm. Dus alleen maar focussen op zo min mogelijk slagen maken, zal niet de snelste tijd opleveren. Dus het begint met een technisch aspect. Denk bewust worden van je techniek. Zorg dat je in ieder geval een basisniveau qua techniek hebt. Ja. Maar zeg maar, als je een race gaat zwemmen, moet je op de hoogst mogelijke frequentie zwemmen die je de race vol kunt houden. Ja, precies. Roald, natuurlijk... de zwemtrainer, die wil erop in. Kom maar, Roald. Ja, ik weet niet of jullie dat kennen. Ken je Zwolf? Jazeker. Ja. Uit de Garmin, hè? Komt die? Ja, zwemmen op lengte en frequentie. Dat is het spelletje wat je moet doen. Dus als je dat waar die afkorting voor staat? Zwolf, zwemmen op lengte en frequentie. En dat gaat om, als je 50 meter zwemt, dan kan je natuurlijk met nul slagen doen. Want je houdt de ene arm boven en nee, doe je alleen benen. Dan zeggen ze, nou fantastisch gedaan. Op heel weinig slagen die twee banen gedaan. Je doet er alleen 2 minuten over 50 meter. Dus alleen maar proberen om zo lang mogelijk te gaan, ja, dat levert dan op dat je ook heel langzaam gaat misschien. Ja, ja. Dus als je nou een spel maakt tussen de tijd die je zwemt en het aantal slagen wat je doet, dan ga je automatisch het optimum kiezen. Dus je moet jou laten zwemmen en zeggen, nou, je probeert eens elke keer 30 en dan steeds minder slagen. Ja. Of probeer de optelsom van het aantal slagen wat je maakt met de tijd die je zwemt. Dan maak je een optelsom van en probeer daar een optimum in te vinden. Dan gaan amateurs eigenlijk leren om steeds beter te zwemmen. Ja, ja. Hè, dat noemen wij de Zwolf. Dat kun je thuis doen. Ja. Nou, moet ik wel bekennen, en dan komen we mooi bij de laatste stelling, namelijk over die gamechanger. Jullie zijn allebei zijn gamechanger. Wat ik dus ervaar in een zwembad, ik kom er maar 1 keer per week, maar dan krijg je dus een opdracht dat je 6 keer 100 meter en dan minder slagen. Ik krijg het in mijn hoofd niet bij elkaar geteld, jongens. Ik moet en slagen per baan tellen en en dan moesten we iedere 35 seconden weg. Dus ik moest en onthouden op welke seconde ik weg moest, hoeveel slaag ik erover deed en bijhouden hoeveel baantjes ik was. Sorry, maar zoveel telramen heb ik niet in mijn hoofd. Dus laten we maar eens even hebben over dat brilletje. Nieuwe zwembrillen met datadisplay. Jullie zeggen allebei, ja, dat zien we wel als een gamechanger. Waarom? Ik zal niet zeggen, ik weet niet of het specifiek, want er is eentje die wordt op dit moment veel in de
in het nieuws gebracht, zeg maar. Mm. Veel reclame voor, krijgen wij dan ook mails voor? Ik zie de hele tijd reclame. Moet ik dat ding kopen? Ja. Ik zei, weet niet, ga ik aan Sander vragen. Nou, ik ben hier niet... Ik weet niet of dat het is. Ik weet wel dat we heel dicht zijn bij... ik noem maar even de vermogensmeter voor het... wat de vermogensmeter voor het fietsen was. Dat we dat ook voor het zwemmen gaan krijgen. Want uiteindelijk zit het in volhouden, frequentie, snelheid. En als je die dingen beter kunt meten, dan kun je en je vooruitgang zien... En je kunt beter, en als je dat dan koppelt aan hartslagmeting, dan kun je ook nog beter in de juiste zones trainen. Dus ik zie het wel als een gamechanger, waarbij ik niet per se weet of dit het product is, of dat dit al het product is. Maar wij zijn nou bezig om een aantal van die sensoren en meetinstrumenten die beschikbaar zijn, ook om die te testen. Dat is natuurlijk nog niet klaar, dus ik kan je geen definitief antwoord geven. Maar... er beginnen nou zoveel producten op de markt te komen dat er dadelijk echt wel één tussen zit die de markt gaat veroveren, zeg maar, omdat die echt een bijdrage levert. Wat is de belangrijkste data die ik in mijn bril wil zien, wat jou betreft, Sander? Waar ga ik echt sprongen mee maken? Is dat die frequentie of die hartslag of juist die combinatie? Nou, ik denk dat je als je... het ligt een beetje aan het doel wat je hebt. Dus als jij zelf als breedte sporter, zeg maar, een triathlon wil doen, dan denk ik dat de tijd en misschien in combinatie met frequentie het belangrijkste is. Maar dat je ook in de juiste zone aan het trainen bent. Maar waarschijnlijk wil je dan altijd relatief hard in het zwembad trainen. Als je meerdere keren per week traint, dan zit er ook een soort periodisering in de trainingsweek zelf en over de weken heen. En dan komt het ook best wel nauw dat je, als je je goed voelt, dan wil je ook wel eens sneller zwemmen dan wat de trainer beoogd had. Dus dan gaat het er ook wel eens om, ben ik wel de baantjes in de juiste tijd aan het zwemmen zoals de trainer dat voor ogen had. Dus ik denk dat het nog een beetje verschilt tussen of jij een topzwemmer bent die 10 of 12 trainingen per week heeft. Dan zou ik zeggen... hou vooral je baantijd in de gaten. En bij iemand die 1 of 2 keer in de week zwemt, dan gaat het eigenlijk om die combinatie van de tijd die je zwemt met welke frequentie of slaglengte dat je dat doet. Ja. Roald, ik zie jou instemmend knikken. Zwemmen de topzwemmers in de tongenreep er ook mee? Nee. Oh, nee, maar nog niet, zeggen we dan. Nee, ze krijgen wel heel veel data. Sander, we hebben een sensor waarmee we kunnen meten. We hebben de camera's. Wij kunnen heel veel terugkoppelen. Waarom ik ook belangrijk vind dat mensen onderweg feedback krijgen, is zwemmen, je hoort ook niks. Mm-hmm. Dus als jij 400 meter moet doen, of de 200 meter, ja, dan hoor je dus soms pas na 8 minuten hoor je weer eens een keer, of 6 minuten hoor je weer eens een keer waar je op had moeten letten. Je traint een uur, dus dan heb je al 10% van je training heb je weer het fout lopen doen. Als je dus heel veel keer fout oefent, dan leer je het ook fout. Ja. Dus het zou fijn zijn als je wat vaker te horen onderweg of direct te horen krijgt. Meteen een vraag, mag het überhaupt tijdens een wedstrijd? Mag je een brilletje met die feedback krijgen, met die terugkoppeling? Of net zoals de oortjes natuurlijk in het wielerpeloton, er is altijd discussie over, maar... Is daar, zijn er al regels ja, over? Wat zegt de FINA erover? Ja, er is net volgens mij regelverandering dat we wel data mogen verzamelen, maar we mogen niet de race beïnvloeden en de data of de sporter helpen om het beter te doen. Ja. Wat bij wielrennen met de oortjes, hij zegt, ja, je moet nu vertrekken, want als je nu zoveel kilometer, dan haal je hem in. Dat willen ze bij zwemmen niet. Ja. Dus het beïnvloeden van hoe je zwemt. Maar de informatie ophalen om daarna beter feedback te geven hoe je het gedaan hebt, dat wel. Ja. Want dan moeten we nog steeds doen met die coach langs de lijn, die zit te fluiten, toch? De frequentie. Zo gebeurt dat nog steeds, want dan heb je 8 coaches die allemaal die fluiten frequentie... Fluiten is vooral bij het schoolslag, ja, dan kom je even boven water. Ja, precies. Bij de borstkool hoor je sowieso niks. Maar ze fluiten wel, maar zal je eerlijk zeggen, die topzwemmer die als Pieter erin duikt of Renomi erin duikt, of zelf de tijd, ja.
Als ze tegen mij vroeger zei, doe eens 10 keer 50 meter in 32 seconden, zat er geen halve seconde op schillen. Nee. En ook die frequentie. Maar dat fluiten heeft natuurlijk wel een stimulerend effect. Ja. Je wil gewoon... Maar ik leer dus eigenlijk van jou, Roald, maar meer vanuit je rol als zwemtrainer, dat je zegt, eigenlijk wil ik wel een bril waar ik gewoon mijn aanwijzingen even kan projecteren voor je ogen. Ja. Dat zou dan helemaal ideaal zijn. En het is natuurlijk ook, je kunt voelen en je kunt... kijken. Hè? En je kunt horen. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je gewoon biofeedback gebruikt. Ja. Dat je meerdere informatie, meer informatie krijgt om de dingen goed te doen. Ja. Ja. En ja, daar zijn we echt nou op weg. Dat we dat direct kunnen, maar ook straks verschillende stimuli kunnen geven om het te doen. Ja. En dus het gaat over de snelheid van analyse, want als het heel lang de analyse duurt en een kwartier later zegt jij... net in die 400 in je derde baantje had je ze zo. Ja, dan wordt het moeilijk. Niks meer mee natuurlijk. Ik zal nog even over die sensoren. Zijn dat, want die komen in soorten en maten. Volgens mij sommige plak je op je pols of je hand. Dan weer eentje op je lijf, zeg maar. Zijn dat van die IMU's inderdaad? En wat kunnen die allemaal meten? Je moet nieuwe luisteraars de term IMU even toelichten. Inertial Measurement Unit, die ook de stride... Wat de stride, dus die eigenlijk in 3D richtingen van alles meten. Is dat inderdaad waar jullie gebruik van maken? Ja, dat is zeg maar, dat zit ook in die producten die op de markt zijn. Dat is wat er gebruikt wordt om frequenties te bepalen en baantijden. Ja. Dus dat is ook hoe wij het zelf... Ja. Maar dan vraag ik me af, kun je ook, want daar hebben we met de stride wel eens over gehad, de luchtweerstand. Hè? Mm. Kun je ook iets over de waterweerstand zeggen met die sensoren? Dat als je hem op je rug plakt en dat zij kunnen zien de stroming langs die sensor en daarmee iets zeggen over de hydrodynamica? Het is wel een goed idee, maar ik... Fantastisch idee, hè? Vind je niet? Ik denk dat het op dit moment nog veel te moeilijk, althans... dan moet je echt een goed gevalideerd systeem ontwikkelen. Maar dat is er nog niet. Maar ze zijn wel ook in onderzoek dat ze bijvoorbeeld druksensoren op de hand plakten. Mm-hmm. En zo eigenlijk de krachten rond de hand probeerden te begrijpen, zeg maar. Alleen daar zie je dat er gewoon... Ja, dan moet je onderhand met 10 of 15 sensoren op je hand gaan meten. Wil je in de buurt komen van de werkelijkheid, zeg maar. Mm-hmm. Of... Omdat dat natuurlijk druk en stroming in het water is heel erg lokaal. Dus als jij die sensor bij wijze van een centimeter opschuift, dan kan er een hele andere waarde uitkomen. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat nog, dat sluit een beetje aan. We weten er eigenlijk nog te weinig van. En als je het beter begrijpt, dan zou je ook de juiste wearables ermee kunnen maken. Of verwerken in je zwembroek. Hey? Of je zwempak. Die zijn al afgeschaft. Die zijn verboden. We hebben nog een paar vragen nog. Even een kleine praktische, Sander. Ik zie bij jou ook wat gezichtsbeharing. Ik heb dat ook vaak. Aerodynamica is alles bij het zwemmen. Baard eraf of niet voor zwemwedstrijden? De zwemmers wel, voor de wetenschappers hoeft dat niet. Maar de zwemmers wel. Ja, aerodynamisch voordeel als de baard eraf gaat? Hydrodynamisch voordeel. Ja, oh ja, natuurlijk. Hydrodynamica. Ja, Oxalaren, alles. Ja, alles wat baard is eraf. Ik kijk natuurlijk ook naar andere sporten. En als ik dan wel eens zie hoe slordig er als het ware rondom het aerodynamische aspect, bijvoorbeeld bij hardlopen, maar ik zie bij schaatsen ook wel eens, dat ik denk, nou, als je dat bij zwemmen doet, dan word je er heel veel harder op afgestraft. Dus dat is misschien ook wel de reden dat er bij zwemmen echt wel op gelet wordt. We hebben wel eens een testje gedaan door mannen met kort haar, met een pruik met lang, middellang en kort haar te laten starten. En daar kwamen echt drastische verschillen in, van een aantal tienden op 15 meter. Dus dat laat wel zien dat, één, hoe lang je haar is, maar vooral ook hoe je het vervolgens verpakt in je badmuts, dat super bepalend is. Wauw. Ja, bij zwemmen is dat gewoon super belangrijk. Ja, ik denk namelijk aan wat van die ruige triatleten die je ziet rondlopen met van die grote baarden. Ja. En denk ik, nou jongens, dat verlies je dan toch maar. Maar kun je daar nog je voordeel mee doen? Want ik denk maar aan die nieuwe helm van Visma. Dat je een hele grote badmuts. Ja, dat je in je badmuts juist een iets verandert waardoor die in ieder geval hydrodynamischer en of aerodynamischer En dan de volgende vraag gelijk, mag dat?
Nou, er zijn natuurlijk regels. Ik ken ze niet uit mijn hoofd. Tot waar je badmuts mag lopen. Je mag in ieder geval niet een badmuts maken die tot tussen je schouderbladen loopt. Dat is belangrijk. Ja. Maar de bedrijven die die spulletjes ontwikkelen, die zijn zeker met dat soort ideeën bezig. En ook. Maar het gaat uiteindelijk altijd om wat je er in de praktijk mee doet. Dus het is, zij ontwikkelen vaak in een laboratorium en dan doen ze testen op verschillende plaatsen in de wereld om te kijken, is deze badmuts beter dan die andere? Mm-hmm. Maar als ik dan ooit door het raam naar buiten kijk of bij een wedstrijd zit te kijken, dan hebben ze wel inderdaad het meest hydrodynamische badpak aan of de meest hydrodynamische badmuts op. Alleen zit het haar er alsnog ingefrot. Dus het gaat er ook om dat je, niet alleen maar de spulletjes koopt, maar dat je ook gewoon eens in de spiegel kijkt en dan denkt, zie ik er helemaal goed uitgedost uit voor de wedstrijd. Okay, en vaak vinden ze het, uiteindelijk is misschien zo'n kaal hoofd zou misschien ook wel het beste zijn. Maar vaak denken ze ook aan het moment als zo de finish komen en de arm gaat omhoog. Ja, daar willen ze dan ook een beetje moet leuk ook goed opstaan. Plaatje en zijn natuurlijk. Ja. Dus vaak is dat blijkbaar nog belangrijker dan die paar pieten in het water. Misschien is dat het geheim wat we in Parijs gaan zien. Hey? Kale als zij die Nederlandse afzeggen denken, is dat er gebeurd. Nou, maar ik denk wel dat er mensen zijn, in ieder geval in het verleden zijn die er wel geweest, bij wie het haar korter was dan in de maanden daarvoor. Toch wel. Ik vind het allemaal grappig, want dan koop je een hele dure badmuts. Die is dan echt duur en die zit dan helemaal geribbeld op het hoofd. Of iemand gaat een wielrenfiets kopen en die moet dan een kilo lichter zijn, maar hij is zelf 7 kilo aangekomen. Je moet ook een beetje in verhouding. Ja. Hey, slotvraag. We zijn ook benieuwd, hot topics. We hebben er een aantal al gehoord. De inspanningstest in het zwembad. De data dadelijk live op de bril om beter te gaan trainen. Wat is nog meer een hoek van de sportwetenschap of een hot topic bij jullie in het Inno Sportlab? Ja, wat wij momenteel eigenlijk naar het kijken zijn, is om 1 integratie van gegevens te doen. Hè? Mm-hmm. Wij zijn heel erg geïnteresseerd in vortexdynamica. Daar gaat dus over die stromingsleer onder water. Hè? Want we weten nou, zeg maar, Sander heeft gemaakt dat we de techniek weten. Ja. Nou, dan heeft Michel gemaakt dat we de fysiologie kunnen meten. Ja. Dan hebben we een andere dame, die houdt zich bezig met motorisch leren. Van hoe moet je dan iemand het makkelijk iets aanleren? Maar als je in een medium zwemt wat 800 keer dikker is dan lucht, wat jou tegenhoudt, maar waar je ook tegen af moet zetten, en je snapt eigenlijk heel weinig van de stromingen en hoe dat je daar dan precies tegen af moet zetten om het zo efficiënt mogelijk te doen, ja, dan mis je eigenlijk een hele hoop informatie. Alleen dat vakgebied is heel moeilijk, want het is technische natuurkunde. Ja, dat doet ook niet iedereen, hè. En die mensen moeten ook toevallig nog geïnteresseerd zijn om dat bij zwemmers te gaan onderzoeken. He, want ASML wil ze natuurlijk ook hebben. Ja. He, dus daar zit een beetje ons spanningsveld. Wij moeten nu, zijn we op zoek naar hoe kunnen we daar meer grip op krijgen om dat meteen ook praktisch te vertalen. Wat verwacht je daarvan te leren of mee te bereiken, Ro? Wat denk je, als je meer begrijpt hoe dat water en die krachten in het water spelen, waar gaat dat je bij helpen? Nou, ik ben heel erg, en Sander ook, van het kunnen meten of het kunnen zien. Ja. He, want als je het niet kunt zien en niet kunt meten, ja, wat dan? Nou, en wat je dus kunt doen met camera's. We hebben een bubbelsysteem onder water. Dat hebben we in een promotie terecht gemaakt. Er komen hele kleine bubbeltjes in het water. Ze zijn super klein, stijgen allemaal in dezelfde snelheid op. Als je daar doorheen beweegt, dan ontstaat er een vortex. Ja. Hè? Een kolk, een draaikolk. Ja. Nou, er zijn allerlei theorieën over dat je tegen die draaikolk afzet, dat die draaikolk achter, dat je daarna ook nog een keer met je been tegenaan duwt. Bijvoorbeeld, hè? Ja. Er zijn allerlei dingetjes over. Je zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken, hoe komt het nou dat een topzwemmer zo verschrikkelijk hard vlinderbeenslag kan zwemmen? En hoe zien die draaikolken er dan uit? En hoe komt het dan dat een kruk, hoe zien die draaikolken dan uit? Dan kun je alles een verschil maken tussen, als je het goed doet, zouden je draaikolken er zo uit moeten zien. En als je het slecht doet, dan zien ze er zo uit. En dan gaan we oefenen om een beweging te maken waarbij die draaikolk er zo uit komt te zien. Dan denk je eigenlijk andersom. Dat klinkt misschien een beetje simpeltjes. Ja. Maar goed, als je die informatie nog niet hebt, dan kun je daar eens mee beginnen. En natuurlijk komt er dan steeds meer. Alleen wij zijn heel, dat kunnen we nog niet. Het niet goed genoeg. Alleen we willen dat wel graag. Ja. Ja. Misschien als ik er nog één ding aan toe. Graag, zeg maar, want anders had ik het aan je gevraagd. Ja, er zijn. Sorry. Nee, kom maar. Voor mijn beurt. Nee, er zijn. Eigenlijk gaat het altijd om, zeg maar, iets nieuws en iets
beter snappen, zeg maar, om dat uit te vinden. Maar waar we ook altijd mee bezig zijn, is om het nog beter naar de praktijk vertaald te krijgen. Ik heb ooit, was een tijdje terug, was er een onderzoek gedaan, dat was binnen de fysiotherapie, dat er 17 jaar zit tussen het moment waarop dat uitgevonden wordt, dat een bepaalde behandeling eigenlijk de beste behandeling bij een bepaalde klacht is, totdat het, zeg maar, common practice is in de praktijk, dat iedereen dat gaat doen. Ja, ja. Dus er zit blijkbaar, is er een spanne van 17 jaar, waarin dat we weten dat iets beter is, maar dat eigenlijk het merendeel dat nog niet doet. En ik denk dat, nou, sport is, denk ik, van oudsher uit best wel op sommige vlakken conservatief. Ik wou zeggen, dit was fysiotherapie. Sander, denk je dat de sport dat het dat langer duurt of korter? Nou, ik weet uit ervaring, maar ook, hè, als je in de wereld rondloopt, dan zie je ook hoe vaak dingen gaan. Er wordt gewoon naar anderen gekeken, er wordt gekopieerd. Kampioenen hebben altijd gelijk, of het nou wetenschappelijk onderbouwd is of niet. Ja. Precies, en dat is, ik denk dat daar, dus aan de ene kant willen we heel graag nieuwe dingen uitvinden, maar ik denk dat het ook belangrijk is om alles wat er al bekend is nog sneller dan de rest van de wereld bij de praktijk te krijgen. Dus als je bijvoorbeeld, we zijn dus ook bezig met die sensorontwikkeling, dus daarvoor waren we alle trainingen bij een aantal, dat waren dan wel jeugdzwemmers, aan het meten. En als je het nou puur over ons keerpunt hebt, die doen ook 1 of 2 keer in de week doen ze een keerpunt prachtig op video. Nou, Roald heeft in het begin al verteld, een keerpunt wat wij op video doen, dat is al niet representatief voor wat ze in de wedstrijd doen. Nee. Maar ik zag dus op video ook al die keerpunten die ze in de training maken. Nou, het keerpunt wat er in de training gemaakt wordt, is zeker niet representatief voor het keerpunt wat ze hier tijdens de training, de keerpunttraining als het ware, oefenen. En dus waarschijnlijk nog minder representatief voor wat ze in de wedstrijd doen. Dus het feit dat wij daar eerder dan misschien de rest van de wereld de nadruk op leggen, maakt dat wij daar weer een voorsprong kunnen opbouwen. Ja, dus nieuwe kennis ontwikkelen, maar vooral ook de kennis die er al is, niet te lang op de plank te laten liggen en zo snel mogelijk naar de praktijk vertalen. Mooi, man. Ja. Mooi, Sander. Mooi slotbetoog. Want dat is in zekere zin wat wij ook met deze podcast proberen te doen. Maar dan weer nog een laag lager en dieper naar de breedte sport en de amateurs. En dan daar ook hopelijk even te ontdekken wat dan een beetje onzin is. Ja. Heb ik al geleerd. Die brillen met die displays nog even niet. Wacht maar even nog tot een paar volgende generaties. Maar het komt eraan. Heb ik geleerd. Die S. Ja. Kan, maar misschien voor efficiëntie. Maar we hebben ook natuurlijk al heel vaak in de podcast geleerd dat lichaam gaat zelf ook wel zoeken naar de meest efficiënte beweging natuurlijk. Slagfrequentie omhoog, als je hard wil. En, en dus ook een beetje leren kijken naar Parijs. Wanneer gaan ze nou eigenlijk trappelen met die voeten? Hoe ver komen ze onder water? En degene die bij het keerpunt voorop ligt, is meestal niet degene die wint. Nou, en ik leer zelf goed nadenken. Continu, als jij die instructies krijgt, wel even denken, oké, waarom eigenlijk? En help dat mij, zeg maar. Ja. Maar ja, leuk. Zeker. Leuk, mannen. Hebben jullie het gevoel dat we iets nog heel erg gemist hebben? Want anders ga ik onze luisteraars uitleggen hoe ze eventueel ons en daarmee ook jullie nog kunnen bereiken voor vragen, opmerkingen, aanvullingen. Nee, ik heb niks gemist. Goed zo. Ik denk dat we ook behoorlijk compleet zijn. Mag ik dan nog één ding? Puur, gaan in Parijs zwemmers misschien gedisqualificeerd worden vanwege een verkeerde beenslag bij het schoolzwemmen? Oh ja, daar gaan heb je nog we een stelling zover, over. Want ik begrijp dus nog even dat de moderne schoolslagzwemmer, die gebruikt tegenwoordig zijn benen soms als die vlinderslagkick zelfs. En door heel slim dan nog net die voetjes naar buiten te zetten, lijkt het wel van, hij maakt nog wel een klassieke beenslag. Maar ja, er zijn dat stemmen zou zwemmen van een jury-sport worden. Ja. Wat is jullie visie, mannen? Nou, ik zou er echt voorzichtig mee zijn, want de VAR van het zwemmen, die is er echt wel. Tegenwoordig zitten ze ook daar met een aantal mensen in een videohok en worden, zeker bij schoolslag, waarin dat natuurlijk best wel strenge regels zijn rondom wat je wel mag en niet mag, wordt echt in detail nagekeken of je niet net een slagje te veel hebt gemaakt. En ik denk dat het, dat zeg ik dan eventjes op mijn dingen, ik denk het voordeel wat je ermee haalt ten opzichte van het risico wat je ermee neemt, is denk ik het niet waard. Okay. Maar dat is hoe. Hey, en voor de mensen die dat gemist hebben, ik hoorde dat ook al bij ons in de club, is dus het idee waar ik nog en jij waarschijnlijk ook schoolslag geleerd hebt, wijd, spreid, sluit. Hè? Ja, ja. Dat je nu zegt, nee, helemaal niet wijd, want dan heb je veel te veel frontaal oppervlakken. Dus je trekt soort van je benen in en je drukt ze weer naar achter.
Hens, je gaat bijna naar een vlinder. Vlinderslag. Golfslag. Ja. En dat is dus wat je ziet gebeuren en wat dus niet mag, zeggen jullie jongens. Nou, het is niet helemaal waar. Hè? Kijk, je mag wel in die beenslag. Je kunt natuurlijk je knieën onder je buik trekken. Ja. Zo heb jij het geleerd. Knieën onder je buik wijd duwen. Hè? Ja. Intrekken, spreid, sluit. En wat tegenwoordig zouden we doen is benen omhoog breed. Dus eigenlijk je knieën buigen. Ja. Dan gaan je voeten naar de waterlijn. Maar je kunt je ook voorstellen, als je dan helemaal plat ligt, dan komen je voeten boven water. Dus wat doen die zwemmers? Bovenlijf uit het water tillen. Dan zakken iets de knieën naar beneden. Als je dan buigt, kun je net met je voeten onder de waterlijn blijven. En dan heb je net wat minder weerstand frontaal. Ja. Nou, dat is eigenlijk wat ze doen. Dat is wel, en als dus, je dat dus, en ik hoor Sander zeggen, je moet één armslag, één beenslag moet matchen. Want als je dat natuurlijk veel gaat doen, dan ga je een soort vlinderkick maken. En dat mag dan niet. Ja, klopt. Ja, en met name ook naar starts en naar keerpunten gebeurt dat vaak. Dat daar dan net een kickje wordt gegeven. En die mag gewoon echt niet. En daar zijn ze heel erg streng op. Dus Jurgen, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat we dus op de Olympische Spelen in Parijs hier gedoe over gaan zien. Dat kun je voorspellen, toch? Ja, interessant. Hebben we toch nog even beter leren kijken. We gaan kijken. Ja, daar weet ik van. Goed, mensen die nieuw luisteren, omdat deze aflevering natuurlijk wijdverbreid is onder alle zwemmers in het Tongelreep Innovatiesportlab. Welkom. Je kan ons gaan volgen op social media. Bijvoorbeeld op Instagram zijn we de @slimmerpodcast. En ook op LinkedIn kun je ons vinden als de Slimmer Presteren Podcast. Ga ons daar gelijk even volgen, want dan weet je elke vrijdag waar de aflevering van die week over gaat. En je kan ons daar ook DM'en, duimpjes geven en zorgen dat zoveel mogelijk mensen over deze aflevering te weten komen. Je kan dat ook doen door naar onze website te gaan, www.slimmerpodcast.nl. Daar kun je van iedere aflevering een eigen pagina vinden. Kun je dat linkje even pakken en rondappen en rondsturen naar al je vrienden en zwemmers en triatleten en andere mensen die het interessant vinden om op weg naar Parijs meer te leren over innovatie in de zwemsport. En als je nou specifieke vragen, aanvullingen, rectificaties hebt voor Roald of Sander, dan kun je ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. En eventuele vragen zullen we doorzetten en suggesties voor andere afleveringen of leuke dingen op weg naar Parijs, die ontvangen we daar natuurlijk ook graag. Tot slot, Roald, jij hint er al op. Jij bent nog altijd zwemmer. Sander, doe je zelf ook aan sport? Ja, ik doe wel aan sport, maar... Wat doe je? We gaan... Nou, ik heb altijd in mijn leven tafeltennist en later wat meer getennist. Maar we hebben ons ingeschreven voor een triathlon, dus we moeten er ook aan geloven. Dus we moeten toch al die 175 uur hiervoor nog eventjes terug gaan luisteren. Heel goed, welkom. Welke triathlon gaat het worden? Nou, het wordt nog geen... het wordt een achtste triathlon. Ja, daar moet je ook mee beginnen. Heel standaard. Als opstapje. Ik denk dat Roald al makkelijk een niveautje of een afstandje hoger aan zou kunnen, maar ik niet. Maar we gaan in Valencia. Oh, hey, natuurlijk. Leuk. Meteen lekker snoepreisje erbij. Heel goed. Je hebt ook heel veel leuke triathlon. Moet ook leuk zijn. Ja. Hey, maar dan neem ik aan dat jullie ook gaan hardlopen, gaan fietsen. Dat doe je misschien wel ook, dat log je misschien wel op Strava. Bij deze, als gast van de Slimmer Presteren podcast, nodigen we jullie uit voor de exclusieve Slimmer Presteren Strava Club. Daar kom je in als vriend van de show, maar dus ook als special guest. En we gaan naar Eindhoven 2 exemplaren van dit prachtige Slimmer Presteren sportshirt opsturen. Dan kun je daar ook lekker in trainen en in rondlopen. Mag je ook in het zwembad aandoen hoor. Hey, zeker. Prima. Ja, lekker shinen, zeg je zo. Ik hoor erbij, de Slimmer Presteren podcast. Je zou maar verbranden daar in Valencia. Hè? Dus, Mooi mannen. Dank voor jullie toelichting. Heel veel succes deze laatste 2 maanden op weg naar Parijs. En we gaan het nauwgezet volgen. Dank voor nu. Dankjewel hè. Dankjewel. Hoi. 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 Ja, welkom aan het einde van deze aflevering. Leuk dat je er nog bent, want aan het eind hebben we altijd even nog een tip om eens door te luisteren in ons rijke archief van meer dan 175 afleveringen Slimmer Presteren podcast. Jurgen, misschien concreet in deze serie op weg naar Parijs in 2024. Ja. Als mensen net zijn ingestapt bij onze zwemprofessoren, innovatoren. Ja. Waar zouden we ze nog meer op willen wijzen? Ja, want ik kan bijna niet meer wachten op Parijs. Ter voorbereiding zou ik zeggen 170 Matthias Verstralen van de Roeibond. Ja. En 176 Gert Galis van het baanwielrennen. Nou ja, als je daarna geluisterd hebt, dan krijg je nog meer zin in Parijs. Exact. En als je dit jaar hele jaren luistert, denkt ja jongens, die heb ik al gehoord. Dan zou je nog eens helemaal terug kunnen scrollen naar aflevering 95. Daar hebben wij een interview gehad met zwemprofessor Peter Beek. Ja.